Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en app-design. Bonton-kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen. En Netflex Nijmegen, de flexpartner voor horecapersoneel. Dit is In, de podcast met Raymond Janssen. Ik wist dat die asfaltcentrale wel vaker overlast veroorzaakte, stank veroorzaakte. Mijn gast van deze week is oud-wethouder namens GroenLinks, Jan Winia. Mijn naam is Raimond Janssen. En vanuit Brasseriemannen in Nijmegen is dit jaar hang 3, aflevering 92 van In de Podcast. Ja, welkom in de podcast, meneer Winia. Straks praten we uitgebreid met u over uw ja, meest recente periode als wethouder in Nijmegen. Hè? Want het was niet de eerste keer dat u er zat. En uh, over dat zwarte gat dat misschien optrad, of misschien wel helemaal niet. Maar eerst het volgende. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Vrienden van de Show. Het zijn mensen die met een kleine vergoeding helpen om deze podcast wekelijks te laten verschijnen. Dat kan al voor een klein bedrag, 2 euro per maand. Wilt u meer weten, ga dan naar inepodcast.nl/slash petjeaf en word daar Vriend van de Show. Straks in de rubriek Terugbladeren praten Rob Jaspers over veren in Gelderland. Een onderwerp waar we het straks ook nog wat over gaan hebben. Maar voor die tijd praten we eerst over het. Lokale Nieuws. Dit is In de Podcast. Ja, want meneer Winja, welkom. Wat is u recentelijk opgevallen in het lokale nieuws? Energiearmoede. Ja. De energieprijzen zijn de afgelopen jaar, de afgelopen anderhalf jaar, gigantisch gestegen. Er zijn heel veel mensen die voldoende inkomen hebben. En ook bedrijven die dat kunnen opvangen. Maar er zijn ook kleine bedrijven, sportverenigingen, maar vooral ook mensen met een heel klein inkomen die uh, dat niet kunnen betalen. Uh, vaak wonen die mensen met dat kleine inkomen ook nog in huizen... die niet goed uh, geïsoleerd zijn. En volgens mij is dat een van de grootste dingen... waar we ons met z'n allen tegenaan moeten bemoeien. Ja, dat gaat een beetje in de richting van een onderwerp... waar we het veel over hebben de laatste tijd, over de kloof. Over de tweedeling in de maatschappij. Ik hoor het u ook zeggen, hè, mensen die verdienen weinig... wonen in slecht geïsoleerde woningen. Is dat inderdaad wat je dan, wat je dan ziet? Nou, ik, ik zou het niet een, een kloof willen noemen. Ik zou veel meer... Kijk, natuurlijk is het zo dat als we uh, ervoor zorgen... dat mensen met een laag inkomen meer verdienen... dan heb je een deel van het probleem al opgelost. Ja. He, dus uh, er is nu discussie over verhoging van het minimumloon... daarna gekoppeld hogere uitkeringen. Dat zijn dingen die heel erg noodzakelijk zijn... om een deel van het probleem op te lossen. Ja. Maar als je kijkt naar die enorme energieprijzen... zoals ze gestegen zijn de afgelopen uh, anderhalf jaar... betekent dat je meer moet doen. Nou goed, er is nu een energieplafond... Uh, dus dat betekent dat het dit jaar waarschijnlijk wel meevalt. Maar de energieprijzen blijven hoog. En mensen in slecht geïsoleerde woningen ja. moeten gewoon veel energie betalen, veel, veel energie inkopen. Nou ja, goed, en dan zie je dus dat aan de ene kant uh, mensen dat, met dat lage inkomen uh, niet kunnen betalen. Dus een veel te groot deel van hun inkomen aan energie moeten betalen. Tegelijk gaan, worden de boodschappen steeds duurder. Nou, ja. Dat betekent dat daar met name maatregelen op gericht moeten zijn. Zowel van het Rijk, maar ook van de gemeente. Je noemt ook kleine ondernemers, verenigingen, organisaties. Daar was dat Winterfonds voor in het leven geroepen vanuit de provincie Gelderland. Dat had wat voet in aarde voordat het hier in Nijmegen landde. Nou ja, weet je, ik, 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 ik weet niet precies wat daar voor discussies over geweest zijn. Ik weet wel dat er sportverenigingen zijn die nu gewoon geld hebben gekregen. en daarmee ook een deel van hun probleem hebben kunnen oplossen. Uh, en ik lees in de krant dat ook uh, kleine bedrijven daar een beroep op kunnen doen. Dus ja. wat mij betreft uh, uh, is er misschien wel wat discussie over geweest. Maar laten we ervan uitgaan dat mensen dat beroep daarop kunnen doen. Ja. ja, het had wat eerder gekund misschien, maar vooruit. Nou ja, ja dat, is, dat is zo misschien. Kijk, ik, ik heb niet zoveel zin om... Uh, uh, de, de, ik weet dat, dat een wethouder dingen heeft toegezegd en dat hij daarna excuses heeft gemaakt. En wat mij betreft is dat gewoon klaar. Ja. Uh, uiteindelijk gaat het erom dat, uh, dat er stappen voorwaarts worden gezet. En die worden nu ook gezet, ja. heb ik begrepen. Ja. U bent natuurlijk ook sportbestuurder, daar gaan we het straks ook weer over hebben. Dus in dat betreft zit u nu aan de andere kant van de tafel. En is het voor u natuurlijk alleen maar mooi dat deze rekening er is? Ja, ik denk dat het uh, voor uh, zeker uh, sportverenigingen. die relatief uh, weinig geld op hun rekening hebben staan. Uh, heel belangrijk is dat dit gebeurt. Want anders gaan ze gewoon uh, failliet. En dat betekent dat we. Uh, geen sport meer kunnen bedrijven. En uh, 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 uiteindelijk zijn het gewoon verenigingen. Hè? Het, is niet een, het zijn geen, geen bedrijven of zo. Het zijn verenigingen die uh, ten dienste staan van inwoners. En die inwoners die moeten kunnen sporten. Dat is goed voor onze gezondheid. Dit is in de podcast. Mijn gast van deze week, we hoorden hem al, is autowethouder in Nijmegen, lid van GroenLinks. Jan Winia, hij was eind juni 2011. 21, de opvolger van Harriet Tiemens, die directeur van de Groene Metropoolregio werd. Op de winkelpas was ze niet bij, ondanks dat de verkiezingen al ja, in zicht waren. Wieniaar moest vol aan de bak, onder meer met het dossier van de vervuilende asfaltfabriek van Dura Vermeer. Het was voor, uh, voor velen een verrassing dat u er in één keer was. Voor uzelf ook? Ja, dat was voor mij natuurlijk ook. Ik was uh, net een jaar met pensioen. Ik was daarvoor gemeentesecretaris in Lingenwaard uh, en ik was druk bezig met allerlei... Uh, maatschappelijke activiteiten en toen kwam deze vraag ineens. Ja. Dus het uh, betekende dat ik op dat moment ook alles uit mijn handen heb laten vallen van allerlei uh, mooie dingen die ik uh, mee bezig was. Uh, waaronder het 100-jarig bestaan van trekvogels, waar we straks nog wel op terugkomen. Ja. Uh, en ik moest uh, ineens uh, omschakelen naar weer wethouder worden ja. in Nijmegen. Doorgaans heb je ook geen twee weken tijd om over dat soort uh, vragen na te denken, over dat soort verzoeken. Um, was het voor u meteen duidelijk dat u dat toch zou gaan doen, ondanks al die, al die andere activiteiten waar u mee bezig was? Nou, ik heb ongeveer, uh, 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 volgens mij, één dag nagedacht over die vraag. Toen ik de vraag kreeg, heb ik gezegd, morgen krijg je antwoord. En dat antwoord heb ik de volgende dag ook gegeven. Ja, hoe, hoe gaat dat dan? Dan, dan belt Quirijn Lokker, of een, of een bestuurder, ik weet het eigenlijk niet, misschien een fractievoorzitter. En die zegt, uh, de wethouder die heeft een andere baan, uh, wilt u er eens over nadenken? Nou ja, zo simpel gaat het. De vraag kwam, uh, wil je er eens over nadenken? En uh, zo ja, uh, dan moeten we een gesprek hebben met de fractie uh, om te kijken of dat uh, klikt met elkaar. Ja. Uh, en daarna moet de, de fractievoorzitter natuurlijk nog met de coalitiepartijen opnemen. Nou ja, die, die stappen zijn gezet en uiteindelijk is het natuurlijk de gemeenteraad, of een meerderheid van de gemeenteraad, die uh, akkoord moet gaan. Ja. Nou ja, gelukkig heeft de, de gemeenteraad mij. Uh, nadrukkelijk gesteund bij het uh, ja. weer wethouder worden. Dan zal ik niet zeggen dat dat doorgaans een formaliteit is, maar daar wein struikelen weinig kandidaten op, hè, op, dat, op dat laatste punt. Nou, het gebeurt wel eens dat er uh, fracties niet voor een wethouder stemmen. Ja. En ik moet zeggen, de verhoudingen, de politieke verhoudingen in Nijmegen zijn wat dat betreft een stuk prettiger dan in veel andere steden. Ja, u was niet helemaal nieuw, u was al eens eerder wethouder hè, in Nijmegen. Um... Het was ook wel een bewogen periode, als ik me goed herinner. Nou ja, ik was uh, in 1990 de eerste GroenLinks-wethouder in Nijmegen. GroenLinks bestond net een jaar. Dus we waren druk bezig om van drie partijen één te maken en uh, in de stad ook één fractie te ontwikkelen. En op basis daarvan uh, ook nog gelijk bestuurservaringen op te pakken. Nou ja, goed, en ook, ook toen speelde al van alles natuurlijk. Maar goed, een van de belangrijke dingen in die periode was dat we vooral het milieubeleid aan het ontwikkelen waren. En ja. daar heb ik in die tijd ook veel energie in gestoken. Ja. ja, dat was de periode van het fuseren van een de, van aantal de partijen tot GroenLinks. Wat dat betreft herhaalt de geschiedenis uh, zich op dit moment? Hoe, hoe kijkt u naar die samenwerking? Nou ja, kijk, ik heb altijd gepleit voor linkse samenwerking. Maar ik, 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 heb, ik had zelf niet zo'n behoefte aan, uh, zeker in Nijmegen niet aan een snelle fusie tussen PvdA en GroenLinks. Nee. Uh, maar ik begrijp heel goed dat ze in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer met name die samenwerking wel uh, zoeken. Uh, ik, ik was niet zo uh, voor een snelle stap, maar ik, ik zie dat 80 van de leden dat wel willen, en dan vind ik dat we het gewoon moeten doen. Ja, ik heb een rondje langs de velden gemaakt in Nijmegen, langs uh, GroenLinks en, uh, en Partij van de Arbeid raadsleden. Um. Het kan aan mij liggen dat ze niet reageren, maar niemand wil er iets over zeggen. Ik heb wel geteld één reactie gehad van iemand die zegt ik ben GroenLinks en ik word geen lid van de Partij van de Arbeid. De, zo breed wordt het blijkbaar dan ook weer niet gedragen. Ik heb de indruk dat uh, in Nijmegen het niet zo is dat uh, die twee partijen heel erg op elkaar zitten te wachten. Uh, ze, hebben, ze zitten ook in verschillende uh, rollen en posities. Hè. De PvdA zit in de oppositie, doet ook vaak mee samen met andere oppositiepartijen. Uh, en GroenLinks zit al jaren in het college, natuurlijk uh, ook een aantal jaren geleden nog met de PvdA. Er ja. nou, is toen een nodige toestand geweest, waardoor de PvdA ook uit de coalitie is gestapt. Dat helpt natuurlijk niet om nee. nu te zeggen we gaan samen verder. Ofzo. Over die verhoudingen gesproken, want u noemde net de jaren negentig en, en uh, de, de eerste stappen van GroenLinks op het bestuursvlak. Uh, uh, er werd milieubeleid gemaakt. Uh, als je dat eens vergelijkt met, de, met het college waar u instapte in 19, 19, pardon, 2021. Hoe, uh, wat was het verschil? Wat, wat trof u aan? Ja, weet je, die verhoudingen zijn sowieso heel anders. <tacht> Al was het maar omdat uh, begin uh, jaren negentig... Uh, CDA en PvdA nog de dienst uitmaakten in deze stad. Uh, ook, ook vaak wel traditionele uh, verhoudingen, uh, wat mij betreft. Uh, en wij waren vooral van plan om op het bedrijf van milieu, maar ook energie grotere stappen te zetten. Dus ja. dat, was, dat was op zich wel spannend. En waar ik de afgelopen jaar in kwam, was een uh, college met veel ambities... met name ook op het terrein van energie. Uh, met name ook op het terrein van woningbouw. Dus ja, op zich hartstikke positief. Dat was iets waarvan ik dacht, van, dit is... Iets om bij je aan te sluiten, om vooruit te gaan. Ja. Goed, terug naar 2021. Uh, u heeft een dag de tijd gehad om na te denken over die uh, wethouderstaak. U had uh, de voetbalclub verteld dat u toch een pas op de plaats moest maken. Um, en toen, wat, wat trof u toen aan voor een coalitie, voor een sfeer, voor een college? Ja, weet je, de, 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 aan de ene kant uh, wel wat andere verhoudingen. Waarbij. Uh, ja, was mij natuurlijk ook al via de krant wel opgevallen dat. Niet alle partijen in de coalitie altijd uh, dezelfde lijn pakten. De, discussies over de Graafse Weg, discussie over parkeerbeleid. Waarbij met name de SP een ander standpunt innam dan de andere uh, ja. fracties. Nou ja, en dan zag je dus tegelijk ook wel dat uh, er steeds andere fracties zijn in de Raad. die dan toch het beleid mee uh, ondersteunden. Waaronder ook met name de PvdA. Al vrij snel. En ik denk zelfs gewoon in de eerste week bleek dat er een, uh, een dijk van een dossier op uw, op uw nieuwe wethoudersbureau kwam te liggen. Namelijk dat van de vervuilende asfaltfabriek van Dura Vermeer. Wat wist u van dat hele onderwerp op het moment dat u, uh, dat u aantrad? Ik wist dat dat bedrijf daar stond. Uh, ik wist dat die asfaltcentrale wel vaker uh, uh, overlast veroorzaakte, stank veroorzaakte. Uh, en dat bewoners dat heel vervelend vinden. Dus dat was, dat, dat was geen nieuws voor mij. Nee. Um, wat, uh, wat er gebeurde was dat een, een uh, tijdelijke medewerker van de uh, omgevingsdienst uh, de zaak voortijdig uh, in het nieuws bracht. Um, het, terwijl het proces nog liep, want er was een meting gedaan in de zomer. En bij dat soort uh, metingen is, het, uh, is de afspraak dat uh, eerst de te tegenpartij, in dit geval het bedrijf Dura Vermeer, ja. uh, een soort tegenreactie mocht geven voordat het openbaar zou worden. Nou ja, dat, daardoor kwam het voortijdig in het nieuws. Nou ja, het was al de dag voordat ik wethouder was, uh, werd ik al gebeld door media met de vraag... wat vindt u hiervan? Nou, ik ja. vond er toen nog helemaal niks van. Uh, maar ik ben daarna natuurlijk hier wel heel erg mee, veel mee bezig geweest. Ja. Ja. Het was Cor Corradi waar, waar u het over heeft, hè? die tijdelijke medewerker. Die had een rapport geschreven in opdracht van de, van de provincie. En is daar later op persoonlijke titel ook mee, mee doorgegaan. Um, hij kwam toch op zich wel met informatie waar je als bestuurder um, heel serieus naar moet kijken. Ondanks de timing ervan. Nou, weet je, op dat moment wist ik niet dat het Kork was. Uh, want in die zin, je kunt er van alles van zeggen dat, dat mensen uh, uh, de klok zoeken, klokkenluiders willen ja. uithangen. Uh, maar ik vind ook dat ze dat eerlijk moeten doen. En dat is het Wat deed hij niet eerlijk? Nou ja, hij heeft het gewoon stiekem naar de krant gebracht. En de krant uh, uh, beschermt haar bronnen, dus ik wist niet waar het vandaan kwam. Nee. Uh, dus ik ben moeten gaan zoeken van wat is hier nou precies aan de hand. Uh, in plaats van dat ik veel, sne veel sneller uh, had kunnen ingrijpen. Ja. Dus, ik heb hem ook gesproken in deze podcast. En hij zegt: Ik had al herhaalde malen met wethouder Timens, met uw voorganger gesproken. Um, uh, uh, maar daar kwam er geen reactie op, dus ik had niet zo heel veel keus. Nou, dat, ja, goed, ik, ik, ik ga niet oordelen over wat uh, met mijn voorganger is besproken, weet ik ook helemaal niet. Nee. Uh, ik geef alleen maar aan dat het, ja. dit, het proces wat ik zelf heb in gang gezet met uh, de uh, asfaltcentrale, ja. uh, dat dat veel sneller had gekund als uh, de zogenaamde klokkenluider rechtstreeks contact had opgenomen. Ja, maar het feit dat hij, dat hij vanuit zijn perspectief vond dat hij dat al gedaan had, was wat u betreft dan niet uh, aan de orde? Ja, weet je, daar kan ik helemaal niks over zeggen. Dat, dat, ik, ik, weet, ik weet niet dat hij dat heeft gedaan. Nee. Um, het heeft uh, echt uh, uh, tot. Uh, ik was al twee maanden uh, wethouder. Toen kwam ik pas achter, via, via, via. Dat hij degene was die uh, uh, de, de zaak naar de krant had uh, ja. gesleept. Um, en dat had allemaal veel eerder gekund. Ik ben daarna gewoon met, uh, met Koeradi in gesprek gegaan hoor. Dus we. Het is niet zo dat ik nu uh, 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 daar verder nog, nog moeilijke nou. dingen over wil zeggen. Uh, maar dat had sneller gekund. Ja. We benoemden net al even de omgevingsdiensten. Hoe kijkt u terug naar de, naar de werking van zo'n zo organisatie in dit hele dossier? Um, nou, een beetje dubbel, moet ik eerlijk zeggen. Um, ja, wat ik net aangeef over dingen die sneller kunnen. Um, je ziet dat die, dat die organisaties niet zijn ingesteld op uh, veel maatschappelijke reuring, uh, veel politieke discussie. Um, uh, en ook niet echt zijn ingericht op samen nadenken aan echte oplossingen. Er zit, de, 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 ik denk dat die omgevingsdiensten te klein zijn. Ik gaf dat net ook al aan. Uh, Gemeente Nijmegen heeft besloten om haar bouwtaken weg te halen ja. bij uh, de omgevingsdienst. Dat, dat begrijp ik, omdat die nu. Uh, die, die taken zijn verdeeld over de gemeente en die omgevingsdienst. Maar dat betekent wel dat ze nog, stel, nog kleiner worden. Ja. Uh, en volgens mij is de enige oplossing, en dat is ook een, een uitspraak van de Commissie van Aardse geweest, die, uh, die omgevingsdiensten moeten robuuster. Dat zijn de, de omgevingsdiensten die milieutaken echt goed moeten kunnen uitvoeren. En ook bij dit soort uh, 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 vervelende momenten, als zo'n bedrijf zeg maar enorme uitstoot heeft, veel sneller en veel adequater ja. moet kunnen optreden. Nou, ik heb gemerkt dat onze omgevingsdiensten dat niet voldoende konden. Dus daar ben ik ook mee over in gesprek gegaan. Bijvoorbeeld als het gaat over meten. Uh, ze hebben, uh, 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 we hebben in Gelderland één meetdienst en als er dan iemand ziek is, dan gaan ze niet meten. Terwijl ik bijvoorbeeld met de gemeenteraad, met een wonende, afspraak had. Als, uh, als we centrale vol aan het produceren is... dan gaan wij meten. Ja. Nou, dan moet die omgevingsdienst wel toe in staat zijn. Ja. Wat vindt u van het argument of van de, van, de, van de beschuldiging dat de, de omgevingsdienst te veel voor de bedrijven werkte en te weinig voor de inwoners van de stad? Ja, dat, heb ik, dat, dat kan ik niet zo beoordelen. Ik, kijk, ik, ik weet niet hoe die gesprekken precies gaan. <clears throat> ik heb alleen maar gemerkt dat de omgevingsdiensten onvoldoende in staat waren om uh, de goede stappen te zetten en snelle stappen te zetten. <clears throat> Wat ik ook heb gezien is dat de omgevingsdiensten te veel landelijk ja, te maken hebben met landelijke afspraken. Hè. Er zijn landelijke afspraken met alle asfaltcentrales. Um, en binnen die kaders moeten zij, doen zij hun werk. Dus dat betekent eigenlijk dat er weinig ruimte was om echt daadwerkelijk in te grijpen. En ja, weet je, die beschuldiging van ze, ze denken alleen maar aan de bedrijven, die, die heb ik niet zo kunnen, kunnen zien. Begrijpt u dat uh, in een periode dat het vertrouwen in uh, bestuurders, in overheden uh, afneemt, dat omwonenden van de asfaltcentrale dachten: uh, de gemeente heeft te weinig oog voor ons? Ja, dat snap ik heel goed. En uh, zeker als er dan zo'n verhaal in de krant staat: van er is een enorme overschrijding geweest en de gemeente wil het niet openbaar maken. Want dat was eigenlijk het verhaal in de ja. krant. Ja. Uh, dat snapte ik heel goed. Dus ik heb gelijk vanaf dat moment... Dus kijk, die, die eerste week dat ik hier uh, wethouder was... heb ik uh, met de directeur van de asfaltcentrale gesproken. Maar vooral ook met alle vertegenwoordigers van die zeven wijkorganisaties... Uh, uh, om samen na te denken over wat we hier beter aan konden doen. Ja. Uh, voordat ik überhaupt met de gemeenteraad erover kon praten. Ja. Nu zegt u twee dingen. Hè? De eerste was, uh, er was een forse overschrijding... en de gemeente wilde er niks over zeggen. Dat eerste was in ieder geval waar. Dat was gemeten. Uh, je zou kunnen zeggen, de transparantie vanuit de gemeente Nijmegen was... op het moment dat die inwoners daar behoefte aan hadden, uh, was er niet. Dus in principe zou je kunnen zeggen, klopte het wel wat er werd geroepen in de krant? Nee, het klopte niet. Uh, het probleem is dat meneer Coenradi uh, informatie naar buiten heeft gebracht. In ieder geval wat mij betreft zonder overleg. Uh, terwijl er sprake was van een proces, uh, er is een meting gedaan. De afspraak bij dit soort metingen is altijd... Dat er eerst een contra-reactie van het bedrijf mag komen. voordat het openbaar wordt gemaakt. Mm -hmm. Nou, dat proces liep nog. Ja. Uh, dus die termijn was nog niet over. Uh, er is geen sprake geweest van dingen onder de pet houden. Er is alleen maar sprake geweest van op een goede manier. een proces aflopen. En dat proces is doorbroken ja. uh, door, het, uh, de, de, door meneer Conrari. Ja. Doordat hij naar de krant liep. En daardoor hadden we ook een achterstand. in het uh, uitleggen wat er nou precies aan de hand ja. was. Dus wat u zegt. Het klopt niet dat Gelderland geven dat er veel uitstoot was geweest. Nee, dat zeg ik niet. Oké. Okay. Nee, er was te veel uitstoot Precies. geweest. Precies. Nee, er is een meting gedaan in, uh, in de zomer van uh, 2021, uh, waar een, een fixe overschrijding was. Ja. Uh, vervolgens is de omgevingsdienst naar het bedrijf gegaan, zoals dat ook in de procedure staat omschreven. Ja. Uh, om te vragen, wat is hier aan de hand? geven ze even een antwoord op. Uh, en, en jullie krijgen de kans om binnen een paar weken... zoals het in het protocol staat, een ja. uh, reactie te nee, geven. Nee, dat snap ik. En voordat die termijn om was, stond het in de krant. Ja. Nou, dat, dat is wat, wat, wat zeg maar... Ja. Aan de ene kant zegt van, nou, uh, uh, de procedure is goed, goed bewandeld... en je hebt een heleboel commotie veroorzaakt. Aan de andere kant durf ik ook wel te zeggen... dat de commotie mij ook wel heeft geholpen om stappen voorwaarts. Goed, we gaan terugbladeren. Terugbladeren. Zo is dat terugbladeren. Door oude kranten op zoek naar nieuws dat altijd actueel blijft, Rob. Um, we gaan het hebben over veerponten. Ja, de veerponten. Uh, ik, ik, ik ben een, in de zomer een vervent fietser. Uh, uh, ik fiets lang, zeker langs de rivieren. En dan is het altijd heel erg mooi als je daar veerponten hebt, zodat je in die overkant kunt komen. Maar er zijn ook, ook heel veel veerponten die zijn noodzakelijk voor schoolverkeer. Als je de school in Kuik bijvoorbeeld, die heeft veel kinderen aan de pont bij Kuik. Dat heeft veel kinderen van de overkant ja. Uh, en en die, dat veerpont is essentieel daar in, in, in de Maas. En je hebt soms ook veerponten die nodig zijn voor het autoverkeer. Dus het is een noodzakelijk gegeven. En, en als je in Gelderland kijkt, dan zijn er een, een vijftigtal veerponten. Zoveel, ja? Ja, en het probleem is nu dat uh, ja, de provincie gezegd heeft van... God, we gaan bezuinigen. En ja, er zijn veerponten in problemen gekomen. Veerponten krijgen of niet alleen geld van de provincie... maar ook van uh, de gemeente in de, in de omgeving vaak. Maar Bijvoorbeeld, je ziet nu al het, het veerpont bij uh, Millingen... Naar de overkant voor voetgangers en fietsers. Ja, dat ligt daaruit. Dat wordt alleen in de zomer. En dat heeft zelfs tot gevolg dat de organisatie van het Pieterpad gezegd heeft: van ja, god, wij gaan een andere route maken. En wat mm -hmm. zie je in één keer? Dat veerpont heeft toch ook een economische betekenis. Dat wil zeggen, er zijn mensen in Bergendal, gemeente Bergendal, die zijn nu bang. We gaan heel veel klanten verliezen. Uh, dat, dat kan een enorm omzetverlies krijgen. En maar is dat dan zo duur om zo'n pond uh, in, in de lucht te houden? In de lucht? Ja, ja schrik... kijk, uh, ja. Vaart. Ah, het kost diesel. Uh, ja. dus, er zijn er helaas nog geen elektrische veerponten, er wordt wel van gedroomd. Ja. Al in 2020 waren de plannen: we moeten dat elektrisch maken, schoner maken. Nou, die, die brandstof is duur geworden. Je moet daar mensen op zitten. Ja. Uh, uh, je gaat niet voor vijf uur varen. Dus als je dus 10, 12 uur hebt, moet je toch een gemixte ploeg ja, hebben. Ja, die moet natuurlijk. je natuurlijk ook uh, betalen. Dus het is... En soms zijn het ook. Particuliere projecten, soms zijn het vanuit een, een, een fonds, dan zetten er soms vrijwilligers op. Maar het kost altijd geld. Dus, dus, maar het punt is nu, de provincie staakt haar bijdrage... En er is nu een, een initiatief hè, van een veerpontenpetitie, van hou die in stand in de Maas, en de Baal en de Rijn. Die heeft inmiddels al bijna 15.000 handtekeningen. En ik denk inderdaad van God, je moet stilstaan bij de betekenis van die veerponten. En uh, ja, ja het, het is niet nu voor het eerst dat het probleem voorbij komt. In, in, in 2018 was er al een discussie over de veerponten. In 2019 hebben we een discussie gehad over het verduurzamen van de veerponten. Elektrisch maken, als je dat wil doen. Hele mooie dromen, maar dan moet je wel de middelen hebben. Ja. En dan moet iemand dat ja. supporten. En, en zelfs in tweede, dat was dus net voor de vorige statenverkiezingen... was het D66, die riepen op... Kijk, er komen nu weer statenverkiezingen aan. Hè, toen riep D66 op van... god. Wij als Gelderland moeten de veerponten ondersteunen. De betekenis van die veerponten is dusdanig voor toerisme... voor scholieren, soms voor directe verbindingen... dat je dat overeind moet houden. Dus supporten. Tot nu toe... Ja, ik, ik, ik hoor nog heel weinig over de statenverkiezingen... en wensen van Show. partijen. Uh, en, en ik zie alleen dat het zittende uh, uh, gedeputeerde gezegd hebben... van god, wij, wij drukken die, die uitgaven voor die veerpunten. Maar ik lees nog niks. De verkiezingsprogramma's heb ik nog gezien. En ik ben oh. eigenlijk wel benieuwd... of datzelfde D66, dat is dus een... De vorige Statenverkiezing zei, wij moeten het stevig ondersteunen. Wat die nu zeggen, ja. heb ik nog niet uh, uh, gelezen. En uh, ja we hebben natuurlijk uh, ja, Jan Winnaar, die, die actief is om, om, om mensen het belang uh, te, te, uh, aan te geven. Ja, wat is en, zijn belang ook alweer? Nou, hij, hij is voorzitter van uh, een clubje die, die een lobby voert om toch de punten weer uh, in de aandacht te krijgen. Want dat verdwijnt soms een beetje uit het beeld. Je denkt van hé, ze zijn er gewoon. Er is een soort automatisme. En het speelt trouwens niet alleen hier in uh, Gelderland hoor. Ook in Brabant hebben we al jaren teruggehad. Uh, 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 was er kritiek? Waarom betaalt de provincie Brabant niet meer mee ja. aan die uh, veerponten? De andere kant is overigens. Als ik oversteek als toerist met zo'n veerpont. Ik val niet achterover van de ja, prijs. Euro dus euro toch? Uh, ja, en ik, ik, ik zou best bereid zijn bij wijze van spreken... misschien wel 50% meer te betalen. Van god, ja. je, je bent nog ja. pad, je zit te wachten op dat veerpont... je kijkt Heeft uit, je hebt je in de hand... Het heeft iets uh, en Als je onderweg in een café gaat zitten en je bestelt een kop koffie met een broodje, ben je ook uh, veel geld kwijt. Dus ik zou in ieder geval als, als toerist zeker bereid zijn om meer te betalen. Voor scholieren is het wat anders. Hè. Dat is gewoon een nou ja, dat vroeg ik mezelf. Want uh, alternatief is vaak een enorme uh, 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 hè, omweg met, met het openbaar vervoer. Met een ja. bus of met een trein misschien wel. Uh, dat kost natuurlijk ja. ook wel geld kost ook geld. En het betekent ook bijvoorbeeld... als jij bijvoorbeeld scholen hebt... misschien gaan als je bijvoorbeeld bij, bij Kuik en Katwijk kijkt... en ik, ik ken niet de andere gevallen... maar als scholieren een andere route moet nemen... gaan ze misschien wel een oh ja. andere scholen oh ja. kiezen. Hè? Oh ja. Dat kan ook gevolgen hebben voor een bezetting van een, een school. Even los van de, de route die ze moeten omrijden. Sommige kinderen doen dat overigens graag. Hoor. Ik ken kinderen die in, in Limburg-Noord woonden. Die gingen in Kuik naar school... en die vonden het juist top om uh, te fietsen. Maar misschien wel op weg naar een wielrennerscarrière. Je weet het maar nooit. Hè? Maar je ja. moet er wel ja. bij ja. stilstaan. Die veren die maken geen... Officieel deel uit van het openbaar vervoersnet. Hè? Dat is eigenlijk ook opmerkelijk. Is ook opmerkelijk. Uh, soms moet je ze wel meenemen. Want er zijn echt veren die zijn essentieel als verbinding. Uh, anders kun je nergens uh, komen. Dat, dat neemt wel af. En uh, we, we hebben zelfs de droom gehad om even te zeggen over toerisme. Als je nu over die kosten hebt. al jaren ligt er een plan om vanaf Bemmel naar de Ooi een veerpont in te voeren. Dat stuit ook op financiële problemen uh, en, enzovoort. Maar het idee kwam. Vanuit de gemeente aan beide uh, waaloepers, omdat dat een fantastisch mooie impuls ja. zou geven. Toerisme. Ja. In, 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 aan de kanten van Bemmel heb je natuurlijk de, de waalsprong richting uh, Resse en Lent, dat gerealiseerd wordt. En het is dan machtig mooi fietsen en dan zo'n oversteek maken. Dat is zo mooi. En ik, ik kan je zeggen, uh, soms zou ik, als je zo'n waal oversteekt, twee keer op zo'n veerpont willen staan. Want de, de beelden op die waal zijn gewoon fantastisch. Dus uh, het, het, het is een toeristische plus waar ik vind dat gemeenten halve ik de provincie aanspreek, ook moeten zijn, trek je wat meer de portemonnee voor. Zeker. Niet om de eigenaar van het veerpont rijk te maken, maar bedenk, ja, het, het, de hele regio profiteert vaak van zo'n veerpont. Dit is In de Podcast. Ik praat deze week met Jan Winia, voormalig wethouder in Nijmegen. Na zijn laatste periode is hij bepaald niet gaan rusten, een tegendeel. Hij wederom voorzitter van voetbalvereniging De Trekvogels. Hij ging zich inzetten voor het behoud van veerponten in de provincie Gelderland. Toch een bestuurder, hè? ook als hij geen wethouder is. Nou, weet je, het hoeft niet per se bestuurder te zijn. maar ik wil wel uh, uh, maatschappelijk actief zijn en, en dingen doen voor de samenleving. En uh, nou ja, ik wist dat, die, dat er iets met die veren aan de hand was. Want ik heb ooit in het bestuur van, dat sticht, van die stichting Verenfonds gezeten. Ja. Uh, en ik wist dat het verenfonds leeg was. Dus het was niet zo gek dat de vraag aan mij werd gesteld: van, Wil jij met ons meedenken om een ja. oplossing te vinden? Even over die veren. Want uh, het is een soort geld als verschijnsel, zo'n zo verenfonds. Um, geld vanuit de provincie, Gelderland, gaat naar het. Uh, in de vaart houden, moet je dan zeggen, van de, van de veren in de provincie. De veren maken officieel geen deel uit van het openbaar vervoer, maar zijn echt wel een belangrijk onderdeel van, van het vervoer van inwoners van de provincie. Eigenlijk een beetje een rare constructie, hè? Nou, de, er is 30 jaar geleden uh, zijn de veren gedestraliseerd van de Rijksoverheid naar de gemeente en provincie. De provincie Gelderland heeft samen met... Uh, de Gelderse gemeenten ervoor gekozen om een verenfonds het leven te, te roepen. En dat was vooral bedoeld om veren die de exploitatie niet rondkregen, om die te helpen. Ja. Nou, dat, is, uh, dat verenfonds bestaat uh, dus uh, zo'n 30 jaar. Uh, maar sindsdien heeft de provincie wel jaarlijks er nog wat geld ingestoken, maar de afgelopen 10 jaar niet meer. Nee. Uh, gemeenten ook niet meer. Dus het fonds is bijna leeg. Jaarlijks wordt er een 1 miljoen ongeveer uitgehaald om veren, het tekorten van veren af te dekken. Er zijn 21 veren die daar gebruik van maken. Van de 50 in Gelderland. We hebben 50 veren, man. Ja. Dat is geweldig. Ja. Maar we hebben een, een, een provinciaal uh, vervoersbedrijf. Hè. Openbaar vervoer is provinciaal belegd uh, in Gelderland. Uh, en toch zijn die veren dan allemaal weer ja, kleine ondernemingen. Dit in is in heel Nederland het geval. Hè. Ja. Er zijn uh, in Amsterdam wel gemeentelijke veren. En die zijn er ook andere, op andere plaatsen. Maar in Nederland is het, uh, zijn de veren geen onderdeel van het openbaar vervoer... die nee. op een reguliere worden aanbesteed enzovoort. Dus die 50 veren, die hebben ook allemaal wel... Dat zijn 50 hele verschillende veren. Het is, het is nu geen openbaar vervoer. De meeste veren uh, hebben de acceptatie rond. Hè? Dus die, die varen gewoon op basis van wat ze aan inkomsten hebben van de reizigers. Maar er zijn er dus ook 21 die dat daarmee niet rondkrijgen. Ja. Nu heeft u in, uh, in Arnhem een gedeputeerde Jan van der Meer, die is lid van dezelfde club als u er lid van bent. U zou het kunnen zeggen: uh, zoek hem eens op en kijk eens of je dat niet ja, op een andere manier kunt vormgeven. Want ik heb de indruk dat elke vier jaar, als er verkiezingen aankomen, dat dan weer in één keer die veren oppoppen bij de, bij de provincie. En dan, dat er dan weer wat geld in de fonds gaat. Maar echt structureel lijkt het niet. Hè? Ik heb niet alleen uh, GroenLinks, maar ik heb alle fracties afgelopen uh, een maand aangeschreven. Uh, ze geconfronteerd met het feit dat de provinciale staten in uh, 2018 een hele mooie motie hebben aangenomen. Ja. waarin ze nadrukkelijk hebben opgeroepen aan GS om de veren te steunen en uh, met voorstellen te komen om dat uh, te gaan doen. Daar is vier jaar lang niks aan gedaan. Dus ik heb uh, uh, in januari nog alle uh, fracties aangeschreven. Er is onlangs een veren-debat georganiseerd door een coalitie voor de veren. Ja. Uh, alle politieke partijen die daar aanwezig waren. Waren A, voor de veren en ook voor provinciale ondersteuning van ja. die veren. Dus wat mij betreft, uh, moet er ook na de verkiezingen in het coalitieakkoord uh, de, de afspraken gemaakt worden om ook vanuit de provincie de veren te ondersteunen. Ja. Maar vergeet niet, het gaat niet alleen over de provincie. Het nee. gaat ook over de gemeenten. Nee, dat dus snap ik. <coughs> um, u noemt GS. Een van de leden van GS is Jan van der Meer. Uh, dat is een van die uh, gedeputeerden die de afgelopen jaar, om uw eigen woorden te gebruiken, daar niets aan heeft gedaan. Dus. Um, dat moet u toch ook ja, verdrietig stemmen? Het, 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 niet alleen Jan van der Meer, maar ook uh, de fractie van GroenLinks, de hele Staten uh, hebben het gewoon laten liggen. Ja, waarom zou dat zijn? Ja, weet je, uh, dat, kan, dat kan ik, kan ik niet beoordelen. Dat moet je aan hen zelf vragen. Ja. Van waarom heb je niet meer actie ondernomen? Ik nee, heb vast een vermoeden. Ik weet het niet. Nee, kijk, het enige wat ik merk uh, is dat de provincie zich. Uh, uh, niet meer verantwoordelijk uh, wil voelen voor de veren in Gelderland. Ze willen van het Verenfonds af. Dat snap ik ook nog wel. Het Verenfonds heeft wel geholpen. Maar het zorgt er ook voor dat uh, sommige partijen, gemeenten of, of exploitanten van veren. achteroverleunen. Hè, want er is toch een zak met geld ergens. Uh, dus dat wordt niet ontwikkeld, dat wordt niet vernieuwd. Uh, dus ik snap wel dat je andere instrumenten nodig hebt. Maar ga daar vooral aan werken. En uh, wat ik merk is dat de provincie wijst naar de gemeenten. En de gemeenten wijzen naar de provincie. En de exploitanten willen graag het fonds in leven, in leven houden. Iedereen ja. wil wat anders. Ja. Uh, iedereen is wel voor de veren. Maar als mensen naar elkaar wijzen, dan lossen we het probleem niet op. Wat is de oplossing? Uh, ik uh, ben ingehuurd door VNG Gelderland. Dus de Gelderse gemeenten. Om uh, samen met verschillende partijen naar een oplossing te zoeken. Uh, ik heb morgen een uh, overleg met mijn stuurgroep. Uh, over de mogelijke oplossingsrichtingen. Dus daar kan ik eigenlijk nog niet over verklappen wat, er, uh, uh, wat daar uitkomt. Ze zijn toch onder ons. Ja, dat, dat klopt. Uh, dus wat mij betreft. betekent het vooral dat alle partijen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ook ja. de provincie. Ja. Met andere woorden, met geld over de boeg. Het, het gaat over geld, maar niet alleen over geld. Ik, ik zie ook dat, dat um, veerexploitanten zeggen wij. Uh, wij worden niet gezien door gemeenten. Wij worden niet... Uh, uh, ze, ze, ze vinden het allemaal fijn dat we varen... maar ze zien niet dat we een probleem hebben. Nee. He, dus, ik ben ook betrokken bij het veer in Millingen... waarvan uh, de uh, veerbaas heeft gezegd... ik stop gewoon in de winter... want de gemeenten die, uh, die leveren niet. En de Rijksoverheid uh, uh, die, uh, die baggert wel in de lengte van de rivier... maar niet overdwars, zodat ik uh, uh, niet aan de wal kan komen... Dus ik zie hier dat overheden niet weg moeten kijken, maar samen een oplossing moeten komen voor die veren. En uiteindelijk in het belang van iedereen in Gelderland die dat leuk vindt, ja. maar zeker voor mensen die in het rivierengebied wonen en bijvoorbeeld naar school of naar de winkel aan de overkant van de rivier moeten. Ja. Dus geld, maar ook een andere oplossing zou een oplossing kunnen zijn het onderbrengen bij het provinciale vervoersbedrijf. Ja, kijk, er zijn partijen die uh, met enige regelmaat roepen dat dat de oplossing is. Ik zou het prima vinden, maar ik weet ook dat dat soort discussies altijd heel lang duren. Dus dan zijn we tien jaar verder en we hebben nu volgend jaar een probleem. Oké. Okay. U bent niet de enige die zich zorgen maakt. Er zijn inmiddels 20.312 mensen die, die, uh, die een petitie hebben ondertekend om het uh, geld te te behouden. Uh, helpt dat nog? Ja, natuurlijk. Ja, wat ik net laag gaf, um, uh, alle partijen moeten betrokken zijn. Dus uh, dit wordt eigenlijk door de gebruikers, noem ik ze, ja. de, een coalitie voor de veren. Dat zijn allemaal mensen die van de fietsersbond, de wandelbond, weet ik veel wat zijn, ja. die allemaal er belang bij hebben dit, dat de veren in de vaart blijven. En um, dat is niet alleen in hun belang, maar is ook in het belang van een provincie die uh, recreatie- en fietsprovincie nummer één in Nederland wil zijn. Ja, ja die, die veren zijn dan essentieel onderdeel van ja. Nou, u kon toen u wethouder af was ook weer bestuurder worden, uh, voorzitter worden van de Trekvogels. Uh, die klus had u neer moeten leggen toen u wethouder werd. Uh, waarom wilde u dat eigenlijk? Ja, weet je, mijn, ik ben ooit bij Trekvogels terechtgekomen omdat mijn kinderen daar voetbalden. Ik kan, nou. ik kan helemaal niet voetballen. Uh, wel, ik heb wel heel lang met een vlaggetje langs de lijn gelopen. Hoor. Dus een beetje, ik, ik snap wel hoe de regeltjes zijn. Uh, maar goed, uh, omdat uh, het, het een vereniging is, een vereniging van leden die sporten. Uh, voelde ik me ook verantwoordelijk om uh, iets te doen binnen die vereniging? Ja. Uh, wat je vaak ziet bij sportverenigingen overigens is dat heel veel ouders de neiging hebben om uh, de sportvereniging een beetje als een soort BSO te zien. Hè? Woensdagmiddag worden de kinderen uh, gedumpt en uh, later weer opgehaald, terwijl het hun vereniging is. Ja. Uh, nou ja, goed. Ik vind dat veel meer ouders, dus die verantwoordelijkheid moeten nemen ja. om zo'n vereniging te dragen. En als je dat vindt, dan moet je dat zelf ook doen. Dus dat heb ik gedaan. Hoe is het gesteld met het amateurvoetbal in de stad? Uh, ja, we hebben heel veel uh, uh, voetbalclubs. Uh, ze zijn, nou ja, sommige gaat heel goed, andere gaat wat minder. Ze hebben allemaal het probleem dat er uh, altijd gezocht moet worden naar vrijwilligers. Uh, dat geldt eigenlijk voor iedereen. En ik denk dat nou ja, daarom ook een oproep, wat mij betreft, dan. Hierbij ook aan alle ouders en leden van voetbalclubs. Uh, besteed je aandacht ook aan je eigen club. En zorg ervoor dat die club draaiend blijft. Dat geldt niet alleen voor vertrekvolgers, dat geldt voor alle voetbalclubs. Ja. Uh, daarnaast zijn er, uh, uh, dat geldt wat minder voor vertrekvolgers, maar zijn er ook voetbalclubs die echt problemen hebben met uh, het betalen van de energierekening. En ik ben blij dat de gemeente Nijmegen daarin bijspringt. Ja. Als er nu uh, uh, nog ergens een gemeente is die een wethouder nodig heeft. En die kijkt dus naar Nijmegen en die denkt: Divinia heeft het goed gedaan. En legt u dan weer het voorzitterschap van de voetbalvereniging neer, of is het nu echt uh, geweest? Nou weet je, toen ik twee jaar geleden met uh, pensioen ging als gemeentesecretaris, heb ik gezegd, ik wil best klussen doen, maar ik heb geen zin meer om nog 60 uur of meer in de week te werken. Dat maar. heb ik tijdens mijn periode uh, nu als wethouder wel weer gedaan. En eigenlijk zit ik daar niet op te wachten. Ik word, in april word ik 69. Dus uh, ik, ik, wil, ik vind het fijn om mooie dingen te doen. Ik vind het fijn om uh, in te zetten voor de samenleving. Maar fulltime baan ga ik niet meer doen. Ik, ik, ik laat het graag aan jongeren over. Rest mij te zeggen dat morgen om vier uur de column van onze Vincent Kantrein weer te lezen is op onze website. Vorige week schreef hij over een Nijmeegs verschijnsel. dat hij geitenwollen sokkergedram noemde. op www.indepodcast.nl. En wil je nou meer lezen over politiek en maatschappij in Nijmegen? Ga dan naar onze website, indepodcast.nl. mailing en geef je daarop. Dan stuur ik je elke week een mail met van alles wat je niet hoorde in deze podcast. En dit was aflevering 92 van de In de Podcast. Redactie en productie van deze aflevering waren de handen van Rob Jaspers en mijzelf. Ik ben Raymond Jansen. Montage en audio nabewerking Thijs Jacobs. En heb jij nou vragen aan ons of heb je suggesties voor gasten? Mail dan naar redactie@indepodcast.nl. En volgende week, dan zit Rob Jaspers hier weer. Dit is In de Podcast.